Ik kan hier niks mee. Ik ga nog liever naar een haaien-tentoonstelling of zo. Ik ben I'm Aisha. Voor de mensen die mij niet kennen, misschien kennen jullie het liedje Zulke Dingen Doe Je. Ik ben met je chick, maar blijf naar me staren. Of Squad, die heb ik gemaakt met Faya en First Man, heel leuk. En vandaag ben ik met AT5 op pad. En gaan we even kunst bekijken. En kijken wat ik ervan vind. Spannend, want ik doe het eigenlijk nooit. The Noise of Being. De titel alleen al geeft me een klein beetje angst. Soms is een bepaalde art gaat wel een beetje te diep voor mij. Ik zeg eerlijk, soms is kunst gewoon grappig. Dat je denkt van, ben je nou serieus? Of? Nou, dit vind ik prachtig. Beetje ilu, maar wel mooi. Ik ga mijn jas niet ophangen, hè? Dat hoort bij mijn outfit. Laat het gebeuren. Oké. Okay. Kijken. Ik denk dat ze ziek is. En dit is wat ik bedoel. Soms is art voor mij de arty farty. Dan snap ik het gewoon niet. Almost any piece of information imaginable was potentially a. Praat eigenlijk over politiek, vluchtelingen, society. Spring van de hak op de tak. Ik ben all the way confused. Oké, dit is dus een genetic manipulated half baby, half grown iets. Ik vind het prachtig, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Het slaat toch allemaal op die genetic manipulated humans die gaan komen misschien in de toekomst. En dat daar geloof ik wel in. Suit face cages. Maar dat zijn gezichtsmaskers. Ik heb een liedje geschreven in 2009. Dat is in 2010 uitgekomen. Het liedje heet Masker. Ik kom je uit voor een gemaskerd bal. Kijk mijn jurk en een masker af. Over een masker dat wij als mens vaak gewoon een masker op hebben. En soms niet omdat we het willen, maar ook omdat het moet. Of omdat je denkt dat het fijner is. Weet je, als iemand aan je vraagt, hoe gaat het, zeg je goed. Je gaat nooit eens zeggen van, ja, eigenlijk gaat het niet zo goed, want misschien tegen je beste vriendin wel, of tegen je moeder, maar niet tegen andere mensen. Ik heb het niet over een feestje, maar de façade van het leven. We zijn in space. Is wel kunst, maar het is gewoon, je moet er maar van houden. Net als iedereen ook niet van mijn liedjes houdt. Ik wil niet zeggen dat er geen kunst meer is. Is goedkoop, nu speel je een dame. Ik kan hier niks mee. Ik ga nog liever naar een haaien-tentoonstelling of zo. Was het interessant? Interessant. Het heeft mijn hersenen wel even aan het werk gezet. Dat is dan wel fijn, toch? Meer dan de helft begreep ik niet. Nu ga ik rusten, want ik heb vanavond 3 shows. Goedkoop, nu speel je een dame. Zulke dingen doen.